Hoi. Hoi, Tom. Fysiotherapeut. Hoi, Tom. Ik ga vandaag bij jou een ademhalingsonderzoekje doen. Okay. Ik ga 3 testjes doen, 4 testjes, waarin ik kijk naar jouw ademhaling. Eerst ga ik even kijken naar het in- en het uitademen, het maximaal in- en het uitademen. En vervolgens naar de ribben, hoe die bewegen tijdens jouw in- en uitademen. Daarna wil ik nog een klein testje met het meetlint, waarin ik jouw hele... Hoe jij het liefst in en uit ademt. Voor een paar keer. Ik heb al gezien. Dat ziet er ook goed uit. Dat is ook voldoende om je uit te zetten, maar gewoon de punten om nog even mee te meten. Ik ga nu de ribben kijken. Dus je hebt een paar punten waar ik even de ribben ga kijken hoe ze bewegen. Of gewoon zo zijn dat een rib een beetje vast zit. Maar tijdens de in- en uitademing voel ik die ribben niet bewegen. Dan gaan we de deur achterkomen. Begin hierboven. Hier een meetlint. Ik ga dat meetlint zo meteen bij jou om je tepels heen zetten. En dan vraag ik je weer om maximaal in en maximaal uit te ademen. Okay. Dan gaan we kijken wat jou. Het gaat wel eigenlijk om het verschil tussen in- en uitademen. Dat moet sowieso groter zijn dan 5 centimeter. Als het onder zit, dan is er ook eventueel een probleem, maar dat verwacht ik niet. Gaan we nu even kijken. Even aangeven als het niet fijn zit of als het je voelt snijden of dergelijke. Oké. Nou, kan je zo diep mogelijk uitademen. Oké. En nou zoveel mogelijk in. Bij het uitademen zat je op 90 centimeter in omvang en het inademen zat je op 98, iets tussen 98 en 99. Dus dat is ruim voldoende. Oké, mooi. Nou, dat was het onderzoek. Ik heb niks aparts gevonden, dus dat is mooi. Oké, bedankt. Ja.